Gerny en Ingrid, jullie hebben net een Vivencia gedaan op de woensdagavondgroep. Jullie doen het nog onder supervisie. Vertel eens, hoe gaat dat zo'n woensdagavond? Ja, hoe gaat dat? Ja, dat begint al ontzettend leuk. Kan iedereen eraan meedoen? Ja, jong iedereen, en oud. Iedereen kan eraan meedoen, man en vrouw, jong en oud. Ja, beginners en gevorderden? Vooral beginners. We zijn gericht op beginners, maar iedereen kan meedoen natuurlijk, ook de gevorderden. We maken gewoon samen de Vivencia. Dat doen we op maandag. Ja. We maken hele leuke Vivencia's, mooie Vivencia's. Doen het met z'n tweeën. En je bent nu al nummer 6 vanavond? Nummer 11. We hebben al tien keer gedaan. En we hebben, deze keer hadden we dans en leven als thema. We hebben ook, de website heet dansenleven.nl en we hadden het nog nooit als thema gebruikt. Maar er werd gewoon wel heel veel gedanst en geleefd tijdens de Vivencia's. Ja. En de Vivencia, dat is trouwens de biodansen workshop. Ja. Maar het is ook... Wat voor reacties krijg je nou van de deelnemers? Ja, vanavond zo enthousiast. Ja. Mensen vonden het prachtig. Ja. Ontzettend genoten. Je ziet de ogen glinsteren. Ja, wij zagen ook dat ze genoten. Maar aan het eind van, zei ook een man. Eerst dacht ik dat vorige week de beste was. En dat het eigenlijk niet meer geëvenaard kon worden. Maar eigenlijk is dit gewoon de beste keer. dat zou geweldig zijn als ze dat blijven zeggen. En wat is het nou voor jullie echt geslaagd? Als je zelf terugkijkt op zo'n avond. Ja, als ze gewoon zien dat mensen echt, wat ik net ook al zeggen over die Vivencia. Vivencia betekent ook een belevenis in het hier en nu. En dat je dat echt ervaart. En als mensen echt uit hun hoofd zijn, als ze echt in de dans zijn en dat ervaren. Of dat nou is een vitale dans en met heel veel plezier, met heel veel lachen. Of dat ze gewoon een verstilde dans doen waar ze helemaal diep in zichzelf zijn en dat helemaal mooi ervaren. Als wij zien dat die mensen daar helemaal in gaan en dat is echt geweldig om te zien. Ja. En dat gebeurt ook, dat is echt fantastisch. Ja, vind ik ook heel mooi om te zien. En ja, dat geeft mij ook het gevoel van we raken dat wat we willen. Ja. Hoe ervaar je het om dat samen te doen? Hè? Want het is toch wel een hele kunst om samen ook afgestemd te zijn en de goede dingen te doen. Nou, dat is juist wel heel mooi. Mooi en soepel. Ja, want we hebben vandaag bij deze Vivencia hebben we dus eigenlijk ontdekt ook wel dat we ook complementair zijn. Dus we vullen elkaar gewoon heel goed aan. Ja. Want ik vertelde bijvoorbeeld over dat ik heel veel lucht heb en dat ik juist aarde dansen moest doen om meer op de aarde te komen en met mijn voeten in de klei, dat het heel erg goed voor me is. En jij? En ik inderdaad... Ik ben degene die heel erg houdt altijd van die aarde dansen. En ik heb veel meer die lucht nodig. En ik heb de lucht nu gedanst. En geen die de aarde. Dus ja, het was ook heel mooi dat we dat op die manier ineens ons realiseerden vanavond. Ja. Kun je nou ook zeggen dat je toch wel verrast wordt zo nu en dan? Door wat je meemaakt in zo'n groep? Toch wel. Hoe het mensen raakt. Ook in plezier, maar ook met emoties. Ja, maar en ook de vorderingen, dat klinkt een beetje raar misschien, maar wat er gebeurt met mensen, dat ze het ene moment bijvoorbeeld gewoon je hebt bij biodansen gewoon soms dat je elkaar aankijkt, dat ze het ene moment dat nog heel eng vinden en je hoort dan de volgende week van dus ging nou eigenlijk gewoon helemaal goed. En ik vond het nou fijn. Er gebeurt gewoon... dat is de dingen die er gebeuren met mensen. En dat is dan... Je weet... Wij geven biodansen omdat we weten dat soort processen plaatsvinden. Maar dat je dat dan ook echt ziet. Wat er allemaal met de mensen gebeurt. Dat is echt... Dat toch ook wel weer verrassend. Dat is ook heel bijzonder om dat echt te ervaren. Ja. Ja, het is echt fantastisch. Ik vond het ook de allereerste keer dat biodansen gaf en dat wij biodansen gaven. Dat het gewoon allemaal echt gewoon. Je vertelt het en je laat het zien en het gebeurt ook. Ja.
Ja. Het is fantastisch. Mensen vinden het mooi en je ziet ze genieten. Ja. Het is bijzonder. Ja. Ja. De echte beginners, ik kan me voorstellen, die moeten toch wel even wennen. Dat ze zich helemaal moeten geven. En die moeten toch heel veilig voelen en ook de ruimte krijgen. Houden jullie ook rekening mee? Mm. Ja, zeker. We hebben nu sowieso een groep die echt heel erg toegankelijk is voor mensen die beginnen met biodansen. En dat blijft ook gewoon nog even zo. Ja. Dat het open staat voor beginnende biodansen, dansers. En ook ook de mensen die komen. De sfeer is gewoon helemaal naar dat iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt als ze komen. Ja, ja. En is er nog wel plaats voor nieuwe cursisten? Ja, iedereen is welkom. Maar is het niet zo dat die dan een groep aantreffen die al een groep is en dat het misschien lastig is om daar... Nee, want ik merk dat, dat er wel al hele mooie contacten ontstaan. Maar dat ze ontzettend openstaan voor nieuwe mensen. En er was vorige week een nieuwe en er was vanavond weer iemand nieuw. Ja. Maar er wordt gelijk contact gemaakt en iedereen wordt opgenomen. Ja. En het is ook zo, als je hier binnenkomt bij ons, nou, dan is er nog tijd om een kopje thee te drinken. Dat staat ook klaar. En mensen stellen zich aan elkaar voor. En er is gelijk al contact. Dus niemand wordt dan buitengesloten. Nee. Dat is erg mooi om te zien. Ja, ja. Nog een aansluitende laatste vraag. Kijk, jullie zijn niet de enige. Er zijn er nog wel een paar meer. Waar ik dan zo benieuwd naar ben, is wat maakt jullie nou anders dan die andere biodanza-leraren? Nou, wij zijn helemaal onszelf. Ik ben genie. En ik ben Ingrid. Zij is Ingrid. En wij zijn... Wij zijn uniek. En Ja, weet je, wat ook wel bijzonder is, hoe wij het met z'n tweeën doen. Het gaat gewoon zo vanzelfsprekend. Ja, we vullen elkaar aan en we nemen de dansen heel makkelijk weer van elkaar over. We gunnen elkaar alles. Ja. We houden heel veel van elkaar. Ja, dat is waar. Maar dat is ook wel wat we terugkrijgen van mensen. Dat vinden ze mooi om te zien. Dat stralen we uit. Ja. En dat vinden ze fijn. Ja.